Een hele goede middag. Lieve collega, ik kom bij deze met een hele bijzondere oproep. DELA groeit en bloeit. Het is een grote, mooie organisatie met veel ambities, met veel plannen. En ook wel met her en der gewoon diverse problemen en risico's. Dan moet je allemaal goede banen proberen te leiden. Als bestuurder doe je dat altijd naar eer en geweten. Maar je behoort dat ook in overleg met elkaar te doen. En zorgen is dat alle stakeholders meegenomen worden. En in het verhaal speelt de ondernemingsraad een cruciale rol. De ondernemingsraad neem ik buitengewoon serieus. Wat die vinden, welke vragen ze hebben, welke problemen zij zien. Wij zijn er altijd mee bezig om erover na te denken. En soms kom je er heel goed uit, soms kost het even iets meer tijd voordat je op één lijn zit. Maar dat gesprek is altijd gaande en is een heel belangrijk gesprek. Nou. We staan weer voor verkiezingen en ik hecht er heel veel waarde aan is dat er veel mensen zich kandidaat stellen. Ik hou van de discussie. Ik hoop ook dat mensen dan komen met echt inhoudelijk goede vragen en goede verhalen. En we hebben nog niet voor alle kiesdistricten voldoende kandidaten, dus ik zou zeggen meld je aan in het belang van geheel DELA. En wat krijg je dan er persoonlijk voor terug? Nou, wat je voor terug krijgt is ook echt inzicht wat er allemaal speelt. Wij delen heel veel met elkaar. Het is ook een leuke club om mee op te trekken, de ondernemingsraad. Dus dat zijn de dingen die je voor terugkrijgt. Inzicht, overzicht en heel veel extra sociale contacten. En als je denkt van het is ook wel mooi om mijn betrokkenheid te tonen naar heel delen toe, doe het gewoon. Ik verwacht dat veel mensen zich alsnog gaan aanmelden voor een heel belangrijk orgaan bij DELA, de ondernemingsraad. Ik dank jullie.